Leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van Slagen met Frank. Vandaag gaan we het hebben over het VMBO-examen voor economie. En ik geef je 10 tips die je kunnen helpen om op dat examen beter te scoren en te slagen. Dat is natuurlijk de bedoeling. We behandelen tip 5, tip 6 en tip 9. Laten we beginnen met tip nummer 5. Dat gaat over multiple choice vragen. In een examen voor het VMBO komen zo'n 4, 5 multiple choice vragen terug. En er zijn bepaalde handigheidjes om het goede antwoord eruit te halen. En die geef ik in tip nummer 5. En als je nou hieronder even op de link klikt, dan kom je in de lijst terecht met alle 10e tips en dus ook tip nummer 5. Dus dan kan je daar verder naar kijken. Tip nummer 6 gaat over het rekenen van bedragen per week naar bedragen per maand of andersom. Bijvoorbeeld 50 euro zakgeld. Hoeveel euro zakgeld is dat bijvoorbeeld als het gaat om 50 euro per week? Hoeveel is dat dan per maand? Veel mensen doen dat door te vermenigvuldigen met 4, omdat er dan blijkbaar 4 weken in een maand zitten. Maar dat is niet zo voor een heleboel maanden. Dus er is een handigheidje voor, namelijk rekenen via jaren. En dat leg ik uit in tip nummer 6. Dus check die ook even hieronder in de link. Als laatste tip nummer 9. En dat gaat met name om het beantwoorden van open vragen. Regelmatig zie ik dat leerlingen daarin woorden als ze en hun gebruiken. Dat is natuurlijk niet te voorkomen, maar ik raad je wel aan om woorden als ze en hun zo weinig mogelijk in je antwoord te gebruiken, want dat zorgt namelijk voor onduidelijkheid. Want meestal bedoel je met ze bijvoorbeeld de consumenten of de overheid, of je bedoelt een bepaald land als het bijvoorbeeld gaat om Nederland en Duitsland. Heb je het dan over Nederland of over Duitsland? Dus probeer daar zo duidelijk mogelijk in je antwoorden te zijn. Goed, dat waren ze. Alle tips staan hieronder dus in de link te volgen. Abonneer je op het YouTube-kanaal voor de laatste video's. En ik zie je volgende week weer bij een Slagen met Frank. Succes met leren en tot ziens. Doei!